Nee, uiteindelijk wisten we eens wel dat Utrecht een keer tegen een Zeepert aan zou kunnen lopen. Maar wat vond je van de wijze waarop vandaag? Nou, de wijze waarop vandaag was natuurlijk heel slecht. 10 minuten speeltijd, 2-0 achterstand. Wat denk je dan als trainer op de bank? Dan denk ik van, ze zijn individuele fouten die mij op dat moment verbazen. En omdat er door spelers gemaakt worden die tot nu toe gewoon uiterst betrouwbaar zijn gebleken. En dan gaat het om, zijn wij in staat om datgene wat we afgesproken hebben voor de tijd aan plan om goed te blijven uitvoeren. Nou, daar zag je duidelijk twijfel ontstaan in de ploeg. We zetten gewoon niet goed genoeg meer druk. Gevolg daarvan is dat AZ wel in het spel kan komen wat ze goed kunnen spelen. Hè, met mensen tussen de linies brengen, met snelle combinaties. Ja, dat is dan ook de verdienste van AZ, dat ze daar wel goed van profiteren. En alleen wij geven daar gewoon te weinig weerstand aan. En dat is wat ik uiteindelijk het meest kwalijke vind. Hoe probeer je de boel op te lappen op het moment dat je in de rust tegen zo'n ruime achterstand aankijkt, maar weet dat je nog 45 minuten er wat van moet gaan maken? Nou, dan maak je het heel negatief, want ik vind nog steeds als je 3-0 achter staat in de rust, dat met een 3-1 dat nog steeds een resultaat mogelijk is. En daar hebben we natuurlijk op gefocust van, ga niet in je eentje dingen anders doen. Blijf in de teamorganisatie, blijf vanuit je afspraken spelen, wel met een aantal andere jongens natuurlijk die we erin gebracht hebben. En tot aan de 4-0 denk ik ook dat het zichtbaar was. Alleen bij de 4-0 maken we weer een ketser. En uiteindelijk zie je dan dat we dan eigenlijk te open blijven. Waardoor AZ nog een paar meer zou kunnen scoren. Met als klap op de vuurpijl dan nog de strafschop tegen. En gelukkig doekje voor het bloeden is dan nog de 5-1. Wat een mooie goal was van Quinten. Maar goed, dat is inderdaad doekje voor het bloeden. Wat is de conclusie die jij nu hieraan kan verbinden? We weten natuurlijk dat Utrecht wel eens dit seizoen heeft gewonnen van een Ajax, van een Feyenoord, ook andere knappe resultaten heeft geboekt. Maar uiteindelijk vandaag ook tegen een Zeepert aan kan lopen. Ja, maar uiteindelijk is het zo van wat je vandaag gepresteerd hebt, dat is datgene wat telt. En daarvoor hebben we het goed gedaan. Maar uiteindelijk door je ze vandaag zo te presenteren en zo'n Zeepert aan te lopen, presenteer je gewoon slecht. En dat geeft aan dat we nog veel te winnen hebben en dat we hier ook gewoon heel kritisch naar gaan kijken, en wat we altijd doen. En dat we gewoon een goede reactie moeten geven volgende week. Want uiteindelijk kan het niet zo zijn dat je na zo'n Zeepert dat je dan in één keer er helemaal niks meer van kunt. Want zo is het namelijk niet, want volgens mij stonden we er gewoon tot aan vandaag heel goed voor. En dat betekent dat we onze rug moeten rechten en dat we karakter moeten tonen. En dat zal volgende week moeten.